Welkom deelnemers van de Bankgiro Loterij. U bent vanavond live in het Spoorwegmuseum. Dat kent u allemaal van enorm grote treinen. Maar we hebben deze week een tentoonstelling geopend. Tosti's Truffels Treinen. En ik ga u vandaag meenemen door de hele tentoonstelling heen. Fijn dat u meespeelt met de Bankgiro Loterij. Want de Bankgiro Loterij heeft vorig jaar 84 miljoen euro kunnen bijdragen aan culturele projecten in Nederland. Aan 78 verschillende instellingen. Kan alleen omdat u met ons meespeelt. We zijn live. Dat betekent dat als iets misgaat, kan altijd gebeuren. Dan gaan we het u laten weten, gaan we het proberen te herstellen. Mocht het echt misgaan, gaat het via Facebook. Ik ga deze rondleiding met u doen. Echt met u, want ik ga het niet alleen maar aan het woord zijn. U kunt uw vraag aan mij stellen via de Q&A-box op rechts in uw scherm. Als u iets wil weten over een trein, over onze tentoonstelling, of gewoon over hoe warm het hier misschien wel is, kan u zeggen het is warm, moet u hier zijn. Nou, laten we maar beginnen. Tosti's Truffels Treinen, zo heet onze tentoonstelling. Hij is deze week geopend en loopt tot november. Als je op zoek wil komen, heel graag, doe even online een kaartje reserveren, een tijdslot. Want we zitten nog steeds in coronamaatregelen. Eten en drinken in de trein, daarom heet onze tentoonstelling Tosti's Truffels Treinen. Het gaat over restauratiewagens. Het gaat over die mensjes die met een karretje door de trein lopen om koffie te verkopen. Het gaat over waar het heen gaat met eten en drinken. Morgen. Overmorgen, volgend jaar. Hoe gaan we over een jaar eten en drinken in de trein? Het gaat ook over dat super luxe reizen aan boord van de Orient Express. Dat je misschien alleen kent van verhalen of van films. Waar we mee gaan beginnen, dat is een toekomstvisie. Gaan we mee de toekomst in. We hebben hier in ons Spoorwegmuseum in Utrecht hebben wij gekeken. Wat kun je nou doen om eten en drinken in de trein nog veel duurzamer te maken? Tegenwoordig heb je, als je iets meeneemt, heb je natuurlijk altijd een verpakking bij je. Enorme afvalberg. Wat nou als je het zo kunt doen dat in een trein zelf al je eten en drinken groeit? Als je tomaatjes van de bagageplanken naar beneden groeien. Dat je maar een arm hoeft uit te steken en je kunt het in je mond steken. Wat nou als er op de bodem en op de banken plantjes groeien? Die je kunt gebruiken om eten te maken. Dan wordt de trein een nog veel duurzamere plek dan hij nu al is. Want als je op stroom rijdt, ben je natuurlijk al veel duurzamer bezig dan als je met een auto of met een vliegtuig gaat. We hebben gevraagd aan creative chef Jasper Udink ten Katen om met ons mee te denken. Hij heeft dit voor ons bedacht. Wij noemen dit onze wissel naar de toekomst. Als we de trein nog duurzamer willen maken, dan gaat hij er zo uitzien. En hoe je dan precies uit gaat zien. Ik hoop natuurlijk ergens dat er een kindje ergens rondloopt die dit ziet en denkt, oh weet je nog, toen ik 8 was, was ik in het Spoorwegmuseum en daar zag ik ineens tomaten aan het plafond hangen. Ik ga die trein echt maken. Oudere mensen, die kennen het museum misschien van dit grote blauwe ding. Daar kon je vroeger onder staan. Tegenwoordig kan je het bijna met je oog bekijken. Hé, wat een geluid. Dat is het geluid trouwens van de trein van de toekomst. Dat komt daar binnen. Dit is het grote blauwe bord van Utrecht Centraal. Als je een afspraakje had in Utrecht, sprak je onder dit bord af. Ik ga je nu meenemen van Utrecht, terug in de tijd, naar Parijs. Want Parijs is het vertrekpunt van de Orient Express. En wij hebben in het Spoorwegmuseum een origineel restauratierijtuig uit 1911. Voor mensen die het niet weten, een restauratierijtuig, dat is een ander woord voor een rijdend restaurant. Wij gaan met de nooduitgang, dat mogen bezoekers nooit. Maar vandaag gaan we via een shortcut terug in de tijd naar Parijs, rond 1900. Volg de pijl! En dan wordt het even heel donker. En dan kom je hier terecht op het perron van het Gare de l'Est in Parijs. En daar staat op ons te wachten de stoomtrein die ons in een paar dagen van Parijs door Duitsland, Oostenrijk, dwars door de Balkan heen naar Constantinopel brengt, het huidige Istanbul. De meest legendarische trein die er was, ook een van de meest luxueuze treinen die er waren. Laten we binnenkijken. Groot opstapje, prop je hoofd, George. George is mijn cameraman, die zorgt ervoor dat alles vandaag goed komt. Hij is langer dan ik, hij gaat zijn hoofd stoten, ik niet. Stel, ik was een prins of een prinses. Ik was een handelaar, een diplomaat, een president. Dan kon ik in deze wagon kon ik eten en drinken. Dan at ik van zilveren bestek met erop in sierlijke krulletters het logo WL, Wagon Lee.
Dat is de term die altijd te maken heeft met eten en drinken aan boord van, aan boord van de trein. Dit was eten en drinken als een vorst. Alles van zilver. De ober zette hier voor je neus een wijnkoeler neer met de beste wijnen. Wagon Lee, dat bedrijf van die WL, wat zo sierlijk op deze borden staat, had zelfs een tijdje een eigen wijngaard waar ze hun eigen kwaliteitswijnen maakten. Franse wijnen. Hier had je Franse cuisine. 7, 8, 9 gangen diners. Delicatessen, truffel, kaviaar, kreeft. Allemaal sausjes. Alles volgens de hoogste regels van de Franse cuisine. Kom maar verder kijken. Het is niet alleen maar luxe eten en drinken. Als je naar de zijkant kijkt van deze wagon, dan zie je allemaal houten panelen. En dan zie je dat er mooie versiersels op zitten. Als je kijkt bijvoorbeeld hier iets naar links, dan zie je daar bloemmotiefjes. Aan het uiterlijk was net zoveel aandacht besteed als aan wat je op je bord kreeg. Dit was werkelijk reizen als een vorst. Je moet je voorstellen, in deze tijd, we hebben het over 1900, 1910. Deze wagon is gebouwd in 1911. In deze tijd was de trein het vervoermiddel bij uitstek als je over land wilde reizen. De auto had nog lang na niet het comfort wat je nu hebt. Dus als je tot die superrijken behoorde, dan moest je echt wel zorgen dat je met de trein ging. En gelukkig waren er maatschappijen die je lieten reizen als een vorst. We zullen naar buiten lopen, want er is nog zoveel meer te vertellen. En wij reisden als een vorst. Maar de koks moesten in kleine kamertjes, zoals hier links, hun werk doen. Dit is de spoelkeuken. Hier stond het afwassertje. Moest zorgen dat al het bestek en al het porselein, alle messen en vorken, niet één grote bende werden. In de koelkasten, ijsblokken. Want in restauratiewagens waren geen koelkasten, die moesten nog worden uitgevonden. Maar alles werd gekoeld met ijsblokken. Dus elke dag kwamen aan boord van een trein nieuwe ijsblokken terecht. Dat was een enorme operatie. Hoe ga je dat allemaal bevoorraden? Daarom was dit reizen zo enorm duur. Als je dan dagenlang gereisd had, kwam je uit in Constantinopel als een rijke westerse toerist je vergapen aan de mysterieuze Oriënt. Nu heel normaal. Nu vlieg je voor 100 euro naar Istanbul. Vroeger niet. We gaan een sprongetje in de tijd maken. We gaan zo'n 50 jaar vooruit. Want dit is het reizen van prinsen, prinsessen, koningen, koninginnen, diplomaten, presidenten. We gaan nu naar het reizen voor gewone mensen. En ik heb mijn eerste vraag al gelijk binnen. Wat fijn dat jullie dat gelijk doen. Vraag van Angelique Kosters-Lauer. En ik loop gelijk die kant op. Is deze wagon gebouwd voor de Agatha Christie detective? Nou, bijna. Het is wel zo dat de film Murder on the Orient Express, die je vast wel goed kent, is inderdaad gedraaid in echte wagons. Maar in de tijd van die film waren de wagons al niet meer van hout, maar van staal. Waarom is hout afgeschaft? Nou, veel te gevaarlijk. Stel je voor dat je een botsing hebt en je zit in een houten wagon, dan versplintert alles. Dus daarom zijn in de loop van de 20e eeuw zijn de houten wagons afgeschaft en zijn alle wagons van staal geworden. Maar het klopt, de sfeer van deze wagon waar we net waren is dezelfde als van het boek van Agatha Christie. Agatha Christie. En natuurlijk de kijkersvraag de uitslag is van wie heeft de moord gepleegd. Ik denk dat Angelique wel weet wie de moordenaar is. Ik ga niet verklappen voor wie het boek nog niet gelezen heeft. Kijk de film, 2 uur, topfilm, supergoede acteurs. Kan nog steeds gewoon moeiteloos op tv. Helemaal niet verouderd. Maar het gaat over eten en drinken natuurlijk. Kijk, hier staat onze trots. En dit is niet alleen onze trots. Dit is ook een beetje de trots, denk ik, van de Bankgiro Loterij. Want dit turquoise rijtuig achter mij hebben wij kunnen restaureren dankzij giften van onder meer de Bankgiro Loterij. Dit is het Nederlandse restauratierijtuig uit de serie Plan D, gebouwd in 1951. Tegenwoordig zijn treinen geel. Vroeger dit turquoise. Met een donkerblauwe band eromheen. Ze hebben het overigens niet zo lang zo eruit gezien, want dat turquoise is hartstikke moeilijk schoon te houden.
heel besmettelijke kleur. Dus na een paar jaar hardgrondig poetsen en veel bloed, zweet en tranen en vloekende schoonmakers hebben ze ze maar blauw geverfd. Donkerblauw, net zoals heel veel andere Nederlandse treinen. Deze was ook donkerblauw. Hij stond jarenlang in ons depot. Het was een grote wens van het museum. Hoe gaan we deze wagon, die zo karakteristiek is voor de jaren 50, en ik ga straks laten zien waarom dat is, laten we die gaan opknappen. Het is gelukt. Hij is sinds anderhalve week is hij weer helemaal af. Vrijwilligers, bedrijven, partners hebben dit weer tot een ster van het museum kunnen maken. Het bijzondere aan deze wagon is, en dat is dan misschien meer iets voor de treinliefhebbers, is dat het eigenlijk maar een halve restauratiewagon is. Restauratierijtuig, zeggen de echte treinkenners. Want hij is voor de helft restauratiewagen en voor de helft is hij bagagewagen. Vroeger als je spullen meenam, koffers, hoefde je niet zelf te tillen. Dan bracht je die naar het bagagedeel. Hier staan we in de keuken. Hier kwam je als reiziger natuurlijk niet. Wat zie je hier links staan? Een enorm groot kolenfornuis. Het formaat AGA, als mensen dat iets zegt. Dat zijn van die enorme fornuizen met 1, 2, 3, 4 losse oventjes. Met allemaal verschillende soorten hitte. Het ging op kolen. Dus als zo'n trein een reis ging maken, dan kwam al iemand al lang voor vertrek kwam hier binnen en ging het fornuis opstoken. Zodat je als je dan op weg was, dat je de goede temperatuur had. Aan deze kant weer zo'n koelkast. Met plek voor de ijsblokken. Normaal gesproken zou iemand dit dichtgooien. Dat ga ik niet doen, want dan gaat de microfoon helemaal stijgen. Hierin zaten de ijsblokken. En hier werd al het eten bewaard. Zo bleef het een beetje fris. En als je dan doorloopt, dan kom je hier in het bargedeelte terecht. Nou, het is nu natuurlijk alweer avond. Dus nu zijn de blauwe lampjes aan. Het werklicht, zoals mensen hier lagen te slapen. Sliep hier mensen? Ja, het kwam voor dat als zo'n trein een lange reis maakte, dat het personeel ergens moest slapen. Waar deed personeel dat? Op hangmatten in de restauratiewagen. Dat principe had je hier ook. Hey, die turquoise kleur van buiten heb je ook hier binnen. Deze mooie gerestaureerde bankjes. Hetzelfde turquoise als buiten. Hier was plek voor 3 etende gezelschappen. En hier was een klein tafeltje waar je alleen wat kon drinken. Stel je kan alleen een drankje doen, een kopje koffie, likeurtje. Dan kon je in deze loungehoek kon je zitten. En dan de bar aan deze kant, dat is waar je het kon bestellen. Nu is er een gerucht dat NS, de Nederlandse Spoorwegen, heel graag een drankvergunning wilde hebben. Om in deze bar ook likeurtjes en sterke drank te kunnen schenken. Dat is niet gelukt. Waarom weten we niet precies. Maar dat is één van de redenen waarom NS al na 3 jaar zei, we halen die bar eruit. En we zetten daar ook een eettafel neer. Nog meer over het interieur. Die trein waar we net waren, die Orient Express, is van binnen best wel donker en duister. Nou is hier toevallig eventjes zijn de blauwe lampen aan. Maar stel dat het overdag is, dan zouden hier de TL-lampen aan zitten. Dat was in die tijd, jaren 50, een noviteit. TL-licht geeft een veel helderder, lichter licht dan gloeilampen. Dit was een hele open, prettige plek om te zijn. Echt een rijdend cafeetje. En NS heeft aan de vormgeving heel veel aandacht besteed. Dit crèmige materiaal is leerdoek. En het mooiste van deze restauratiewagen, dat is dat houtkunstwerk wat daar links van mij staat. Dat noemen ze een intarsia. Dat is ingelegd hout. Allemaal hele kleine stukjes hout. Een beetje te vergelijken misschien met een mozaïek. Elke restauratiewagen had een unieke intarsia achter de bar. Dit was voor NS begrepen in die tijd heel luxe. Want als ik een stapje verder loop, dan zullen je straks zien dat deze wagon zelfs een telefooncel aan boord had. Ver voordat er mobiele telefoons bestonden, had NS hier al gezorgd dat er een telefooncel aan boord was. Alleen het jammer is dat de techniek iets te ingewikkeld was. Dus uiteindelijk heeft hij nooit gewerkt. Wij hebben hem wel teruggeplaatst, want we wilden het rijtuig helemaal in zijn originele staat terugbrengen. Dus in zijn turquoise kleur, dus met het barretje, dus met het kleine tafeltje. En dus ook met de telefooncel. Hier links, voor jullie rechts, zie je een maquette van hoe het rijtuig al na een paar jaar geworden is.
Hij is toen donkerblauw gemaakt. Dat was een veel makkelijkere kleur, veel makkelijker schoon te maken. En je ziet daar ook dat het barretje weg is, maar dat er ook 1, 2, 3, 4, 5, 6 eettafels zijn. Nou, in die vorm heeft dit rijtuig heel lang dienst gedaan. En tot en met de laatste renovaties heeft het tot in de jaren 80 gereden. Met heel veel omzwervingen is hij bij ons in de collectie gekomen. En nu is hij weer zoals hij ooit begonnen was. Maar dit is natuurlijk eten en drinken aan boord als je er tijd voor had. Dan ging je daar lekker in dat café zitten, bestelde je wat aan de bar, ging lekker babbelen. Maar wat nou als je haast had? Nou, als je haast had, dan kocht je wat op het perron. Stel je moest naar Maastricht of je kwam uit Maastricht en je ging naar het noorden. Dan kwam je langs station Weert en daar liep deze mevrouw rond. Deze mevrouw had als bijnaam Antje van de Statie. Antje van het station, zouden je in echt Nederlands moeten zeggen. Marianne Antje Hendricks verkocht op perron van station Weert vlaaitjes, taartjes. En dat was zo beroemd dat ze die bijnaam Antje van de Statie kreeg. En daar kocht je dus onderweg snel een hapje. Nou, op het perron iets drinken, iets eten, snel iets halen, heeft een lange geschiedenis. Want voordat de restauratiewagens bestonden, ging het er zo aan toe. Dit is chaos. Dit is zoals het op een station aan toe ging als een trein stopte. Dan ging de locomotief, die kreeg nieuwe kolen en nieuw water. En dan in de restauratie van het station, dus in het gebouw zelf, gingen alle reizigers die het zich konden veroorloven, wilden in een kwartiertje tijd, 20 minuten, eten. Bestellen, bediend worden, opeten en nog misschien een koffietje na. Nou, deze drukte, die is verdwenen door de komst van restauratiewagens. De meest luxe heb je net gezien, dat was de rijtuig van de Orient Express. En in de loop van de 20e eeuw is dat allemaal wat minder luxe geworden. Want het is namelijk hartstikke duur. Eten en drinken onderweg regelen is echt onbetaalbaar. Je moet zo'n hele restauratiewagen als deze moet je meenemen. Je moet hem onderhouden, je moet hem bevoorraden, je moet personeel in. En je kan er geen kaartje voor verkopen. Want alle mensen die met de trein gingen, kochten een kaartje voor hun zitplaats in hun eigen wagon. Dus je moest dit hele ding meenemen en je kon er eigenlijk geen geld mee verdienen. Maar het is wel een goede service. En ik zou misschien wel willen dat het nog terugkwam. Kijk, dit karretje hier. Dit karretje kwam je tegen op het station van Amersfoort. En op de foto erachter zie je hoe dat in die tijd eraan toe ging. Je had daar perronkelners. Dat waren mensen... Hey, Philip Bloemendaal is in mijn oor te platen. In deze kar had je koffie en taartjes en hapjes en broodjes. En als je trein daar dan stil stond een paar minuten, dan kon je bij deze obers kon je een lekker hapje kopen. Als je geen tijd had om echt te gaan eten, echt te gaan zitten in een stationsrestauratie, dan was zo'n perronkar met een perronkelner die je wat lekkers aanbood, was een ideale uitvinding. Maar goed, dit is voor Nederland. We hebben niet zulke lange afstanden. Als je nou echt lang op reis gaat, echt internationale vakantiereizen maakt, dan wil je niet een hapje. Dan wil je niet even snel een koffietje. Dan wil je geen saucijzenbroodje naar binnen gooien. Dan wil je echt luxe dineren. Nou, dat kon je na de oorlog in bijvoorbeeld een rood-witte restauratiewagen zoals deze. Ik loop er even langs, want hij is van binnen een beetje donker. Dit is de restauratiewagen van de Trans-Europa-Express. Dat was een netwerk van Europese luxe treinen, bedacht trouwens door de Nederlandse directeur van NS in die tijd. Waarmee je naar Duitsland, naar België, naar Frankrijk, naar Italië kon reizen op hoog niveau. Geen kaviaar meer aan boord, geen kreeft. Die tijd was toen lang voorbij. Maar toch nog wel fijn, 4-5 gangen menu's. Goed stukje vlees, wat in die tijd er altijd bij hoorde. Vaardig gekookte aardappeltjes. En het jammere is dat ook dit glorieverhaal uiteindelijk te duur is geweest. Uiteindelijk is het Trans-Europa Express, heeft het ook moeten afleggen tegen die eeuwige concurrenten van de trein. De auto en het vliegtuig. Stel dat ik nu naar München wil en ik heb daar vanavond nog een vergadering. Of ik wil naar een bruiloft. Dan ga ik vliegen. Dan ben ik er binnen een paar uur. Vroeger, toen vliegen nog wat duurder was, was de trein een serieus alternatief. Nou, uit die tijd
komt de TEE, de Trans-Europa Express. En de allerluxste Trans-Europa Express, dat was de Rheingold. De Rheingold. Dat was een Duitse trein die reizigers van Hoek van Holland en Amsterdam langs het Rijndal naar Zwitserland bracht. Leuk voor toeristen bijvoorbeeld uit Engeland die op vakantie wilden gaan in de frisse Zwitserse berglucht. Gewend als ze waren aan de vreselijke lucht in Manchester en Londen. Kom maar binnen, de trapje is hoog. En dit is eigenlijk een dubbeldekswagon. Dat zag je aan de buitenkant niet. Het is een dubbeldekker, maar dan niet voor de reizigers, maar voor het personeel. Want terwijl aan deze kant een bar was waar de barman stond, heb je hier twee verdiepingen. En je kunt het straks goed zien. De kok moest op de bovenverdieping zijn gerechten klaarmaken. Stel je voor, het was een hete, bloedhete ruimte. Want op zijn mega grote fornuis moest hij voor de hele restauratiewagen moest hij de gerechten klaarmaken. En niet één tegelijk, nee. De hele restauratiewagen wilde in één keer tegelijk eten. Maar ook nog onder dat schuine dakje met die ramen, dit was een broeikas. Het was altijd al krap in restauratiekeukens. Maar deze, van deze dubbeldeks restauratiewagen uit de Rheingold, die is echt nog veel heter. En als de kok dan hard ging stampen, dan hoorde de afwasser beneden wat er aan de hand was. Want onder hem was de afwasser aan het werk. Alles wat terugkwam, ging via een liftje naar beneden. En dat paste maar net. Daar een klein gaatje, een klein doorgangetje. Dit is niet iets voor mensen die erg van schnitzel en braadworst houden. En het mooie was natuurlijk dat het publiek, de reiziger, daar niet zoveel van meekreeg. Want het deurtje naar het keukengedeelte was dicht. En dan hier in deze prettige, rustige ambiance kon je heerlijk dineren. Nogmaals, het is geen Orient Express, maar toch fijne stoelen, mooie houtafwerking, fijne gordijntjes, mooie hoedenplanken. Mensen denken wel eens dat die stalen rekjes boven je hoofd dat het is om je koffer op neer te leggen. Is natuurlijk niet zo. Pas geen koffer hierop. Maar wel als je een hoedje bij hebt, dan kan je die wel hier kwijt. Nou, het idee van de Rheingold was dat als je hier lekker gegeten had, je 3 à 4 gangen diner, soepje, stukje vlees, misschien nog een tussengerecht, goed nagerecht, fruit toe, dan kon je doorlopen naar de volgende wagon. Door deze doorgang. En dan kwam je hier uit in de bar. Nou, deze wagon, dit rijtuig, is ongetwijfeld een van de topstukken van Tosti's truffelstreinen. Op onze tentoonstelling is dit letterlijk het hoogtepunt. Je zult straks zien waarom. Dit is de panoramawagen van de Rheingold. Als je dat gegeten, dan bestelde je hier bij de bar nog een drankje. En dan ging je hier het trapje op. En als je geluk had, dan reed de trein net door dat feerieke, magnifieke Rijndal in Duitsland. Ten zuiden van Keulen. Voordat je in de buurt van Straatsburg komt, daar kronkelt de spoorweg zich samen met de Rijn tussen de rotsen door. En dan zat je hier aan zo'n heerlijk tafeltje. Keek je om je heen naar boven door dit koepeldak heen. Dan zag je de Lorelei. Dan zag je hoog boven op de rots de vogels zitten. Dat was de beleving die de Duitse spoorwegen probeerden te verkopen met deze trein. Maar ja, duur. Want zo'n hele grote, zware wagon meenemen kost ook wel heel veel geld. Moeten onderhouden, schoonmaken, personeel betalen, zorgen voor de catering. Dat was echt een luxe. Nou, zolang er genoeg mensen waren die daar geld voor over hadden, was dat geen probleem. Maar dat vliegtuig, hè? Toch weer dat vliegtuig. En dan gaan we hier de duisternis in. Dus even het lampje moet ik hier nog een keertje aanzetten. Eigenlijk, dat was een hele lange trein, die Rheingold.
En dat was een één panorama rijtuig. Het voorbeeld was trouwens Amerikaans. In Amerika had je heel veel andere panorama rijtuigen. En soms had je wel treinen waar soms wel 3 of 4 van die panorama rijtuigen achter elkaar zaten. Nou, ander land, andere groottes, alles is in Amerika groter. Nu zijn we weer terug in onze museumhal. Hij is nu blauw-wit en als hij weer klaar is op onze tentoonstelling in november, gaat hij weer terug naar Keulen. Want in Keulen, daar zit de museumspoorlijn die deze rijtuigen in exploitatie houdt. Dan kun je zelfs een kaartje kopen en dan kun je hier een ritje maken. Bij ons staat hij nu even stil. Maar als hij klaar is om tosties te volstrijden, dan gaat hij terug naar Duitsland en dan kan iedereen hier gewoon mee gaan rijden. Ik vind het de moeite waard om even door te rijden. Ik heb vragen, gelukkig. Frank van Straten, zijn deze rijtuigen bruikleen? Ja, goede vraag. Deze is inderdaad dus een bruikleen. Deze komt van de Rheingold-vereniging in Keulen. Als je googelt op Rheingold-verein Keulen, dan kom je vanzelf hierbij terecht. En dat is deze en ook die eerste dubbeldeks restauratiewagen waar we net bij stonden. Het geldt ook voor die Trans-Europa Express. Die rood-witte restauratiewagen waar we net bij stonden. Die komt van het museum van de Deutsche Bahn. Zeg maar onze collega's van de Duitse spoorwegen. Het Plan D-rijtuig, dat turquoise waar we net stonden, is van onszelf. En ook het Orient Express-rijtuig waar we binnen waren, dat houten rijtuig, is ook van onszelf. We hebben voor deze tentoonstelling gelukkig heel veel bruiklenen kunnen binnenhalen. Uit Duitsland, uit België en van museumspoorlijnen ook in Nederland. En dat geeft bij elkaar een schitterend dwarsdoorsnede van wat er nou was aan eten en drinken onderweg. Ik heb nog een vraag. Annette van Diepen, kon je à la carte eten of was er een vast menu? Goeie vraag. Ja en ja. Je kon à la carte eten, maar meestal moest je een vast menu gebruiken. Kijk, die kok die daar stond in die keuken, die had natuurlijk niet de tijd om én een vast menu te maken voor de hele restauratiewagen en à la carte te koken. Dus meestal was het zo, je kocht een klein kaartje bij de conducteur voor een maaltijd. Er stond dan, u mag om 6:30 komen avondeten. Het moest om 6:30 zijn. Kwam je een kwartier later, was het eten geserveerd, was er niks meer voor je over. Maar soms kon je tussen lunch en diner, kon je wel eens kijken of er misschien iets te kopen was. En als de kok goede zin had, dan kon je à la carte eten. Maar meestal dus een vast menu. En dat was dan in deze treinen in de jaren 60, hebben we het nu over. 3, 4 gangen menu's, maar in de Orient Express en van voor de Tweede Wereldoorlog is nog veel meer. Dan hebben we dus echt die delicatessen menu's met kaviaar, kreeft, truffels. Heerlijk. Ik doe nog even één vraag en loop ik weer verder. Van Paula van de Ven. Was er ook een speciale rokerscabine? Ja, die was er. In de Orient Express had je kunnen zien, als ik op gewezen had, dat er 2 stukken zijn met een soort glazen wandje ertussen. Het ene stuk is voor de rokers, het andere stuk is voor de niet-rokers. Tijdens het eten. Maar er zijn ook nog inderdaad restauratierijtuigen geweest waar je een rooksalonnetje had. Ik heb er een print van, die moet je maar komen bekijken hier op de tentoonstelling. Daar zie je dat heel mooi op, dat 3/4 van de wagon is om te eten. En dan daarnaast is een kleine lounge gemaakt om even lekker met andere hooggeplaatste heren en dames, meestal heren, want het gaat over roken. Dat deed natuurlijk dames niet 100 jaar geleden, even met elkaar van gedachten te kunnen wisselen. Goeie vraag. Roken hoorde er helemaal bij vroeger. Ik ga je meenemen naar een restauratiewagen die ook in Nederland geweest is. Deze blauwe. Hij is blauw. Wagon Lee, het bedrijf wat we ook tegenkwamen in de Orient Express, maakte bijna al zijn restauratierijtuigen blauw. Het was een legendarische kleur en stak altijd goed af tegenover de andere kleuren die er waren. Je ziet daar die gele letters. De hele naam van het bedrijf is Compagnie Internationale de Wagons-Lits. En er hoort ook nog officieel bij Et des Grands Express Européens. Oftewel, in goed Frans, de internationale slaapwagenonderneming en van grote internationale expresstreinen. Onuitspreekbaar. We noemen het gewoon Wagon Lee. Deze trein, daarmee kon je van Hoek van Holland naar Denemarken mee rijden.
Dat is nu iets wat mensen echt nooit meer met de trein doen. Daar ga je nu echt gewoon met de auto, doe je dat. Maar vroeger was het een van de vaste doorgaande treinen van Nederland naar het buitenland. En dat was een lange reis. Ontbijt in Nederland, lunch ook nog. En tijdens het avondeten was je al in Duitsland. En het laatste stuk moest je met de boot. Dan ging de trein, reed de boot op. Als je wil googelen, google op Puttgarden, dat is de havenplaats. Nou, als je hier binnenloopt, dan zie je, het is nog steeds best leuk. Het is niet meer de luxe van de Orient Express. Maar toch, het is nog zoveel beter dan met je boterhammetje op schoot uit een boterhamzakje lunchen. Dan toch liever dit. Kijk hier die ober met zijn witte gesteven overhemd. En met één hand, met daarin een vork en een lepel, legt hij een stukje vlees of vis, ik kan niet goed zien, op het bord van die meneer. Zo was het, hè. Je kan niet in een rijdende trein allemaal gevulde borden uitserveren. Dat past helemaal niet. Nee, de ober kwam langslopen met een grote schaal en gaf jou op je lege bord je eten. We hebben wat servies bij elkaar verzameld van hoe dat er nou uitzag. Zo was een tafel gedekt. Alles met het logo van het bedrijf, menukaart erbij, een karafje water en een bloemetje voor de sfeer. En best luxe. Eigenlijk luxer dan je zou verwachten in deze tijd. Mensen vragen ook wel eens, was het nou eigenlijk lekker aan boord hier? Ja, dat is een goede vraag. Ik weet het niet. Eigenlijk in die tijd was eten en drinken wat functioneler. Puree, aardappelpuree, ging soms met poeder. En dopbertjes kwamen uit de blik. En dat was helemaal geen kwestie van armoede of van slechte smaak, maar men wist gewoon nog niet beter. Er zijn heel veel culinaire revoluties nodig geweest om ons verser te laten eten. In deze tijd, we hebben het nu over de jaren 50, 60, 70, was het heel normaal om gewoon uit blik te kunnen eten. Vraag van Hans de Vries. Dankjewel, Hans. Hoe zijn de materialen vanuit het buitenland naar Utrecht gekomen? Hoe zijn de treinen hierheen gekomen? Bedoel je, neem ik aan, hè? Ja, over het spoor. Dat is handig, want je kunt ze gewoon aan een bestaande trein koppelen. Als een trein is goedgekeurd, toegelaten, voldoet aan alle Europese regels, alle Nederlandse regels, dan mag je gewoon op het spoor rijden. Dan zorgen wij in vergelijking in samenwerking met andere bedrijven dat er een locomotief voorkomt en dan brengt die de rijtuigen naar ons toe. Dus de afgelopen weken hebben er ook langs het spoor vaak spotters gestaan. Die wisten, die bijzondere rijtuigen komen en met die bijzondere locomotief ervoor. En die hebben daar foto's van gemaakt. Het internet staat er vol mee. Spotters houden het altijd goed in de gaten. En als mensen ook altijd willen weten van wanneer komt die trein, we helpen ze altijd. Een paar mooie foto's die we nog hier hebben hier zo. Ik wil eerst even die laten zien. Dit is mijn favoriete foto van de hele tentoonstelling. Nu, als je 18 bent, dan pak je het vliegtuig en dan ga je naar een resort in Spanje. Maar in de jaren 50, als je 18 was, dan ging je met de trein op vakantie. Een vakantiereis met de Zonexpress of de Mediterraneo. En dan begon het feest al aan boord. De vijf zat al heel vroeg in de klok aan boord van dit soort treinen. We hebben gehoord verhalen van de mensen die achter de bar stonden. Dat ze een bruiloft organiseerden aan boord. Met een heel groot ceremonieel eromheen. Maar wat de bruid en bruidegom niet wisten, als zij tot bruid en bruidegom werden getoond, werden gekroond, is dat de rekening aan het eind van de avond voor hen was. Dus het was feest met wat Hollandse gein erbij. Deze meneer, die hier links van mij staat, heeft een gestreept shirt aan. En hij kijkt ook niet zo heel vrolijk. Dit is de zilverpoetser, de afwasser van Wagon Lee. Het knechtje van het knechtje, zo'n beetje. In de hiërarchie van de restauratiewagen, want net als in een gewoon restaurant is er een strikte hiërarchie, ook in een keuken op een trein. Hij stond onderaan. Het jammer was ook dat hij eigenlijk nooit in contact kwam met passagiers. Dus hij kon ook geen fooien krijgen. De kelners wel. Dan moest je maar net geluk hebben dat de kelners een fooien wilden delen met de rest van het personeel. Wie was er de baas in de restauratiewagen? Nou ja, de kok. Die bepaalde uiteindelijk wat er op tafel stond. Dat deed hij dan wel op aanwijzing van het hoofdkantoor. Die bepaalde ongeveer wat het nu was. En dan moest je als kok zorgen dat je dat kon maken. Maar ja, dan ben je in een ver buitenland.
En dan willen ze dat je iets kookt waar je helemaal niet de ingrediënten voor in huis hebt. Want je wordt bevoorraad. Je hoeft niet zelf te gaan winkelen op de markt. Nee, ze brengen het eten naar je toe. Dan moet je maar net hopen dat je ook krijgt wat je nodig had. Er zijn verhalen bekend van koks die helemaal door het lint gaan omdat ze dingen moeten koken waar ze absoluut niet de spullen voor hebben. Maar ja, het moest van de baas. Wat aten ze aan boord hier heel veel? Kippetjes. Gebraden kippetjes. Lekker makkelijk in de oven schuiven. Gewoon wachten. Lapjes vlees. Zo'n stuk rosbief in plakken snijden. Goed klaar te maken. Het gebeurde allemaal achter deze muur. De passagiers hadden hier geen weet van. Het hoeft niks te maken te hebben met wat de koks deden. Echt upstairs, downstairs, zoals in Engeland was. Grote afstap. En dan komen we weer in het perron. Op het perron. Kijk, hier zie je op deze foto, op dit affiche, zie je de sfeer van het reizen van toen. Dit is niet het gewone volk wat hier staat. Dit zijn de mensen die echt serieus geld hebben. En let op die trein. Van boven zie je wit, van onderen blauw. Hier staat Pullman Car. Pullman, dat was de Amerikaanse spoorwegpionier die eigenlijk de uitvinder is van restauratiewagens. Die het voor het eerst voor elkaar kreeg om daar een winstgevend bedrijf van te maken. En dat idee van Pullman is overgenomen door het bedrijf Wagonlit. Daar is straks nog een mooi verhaal van. Wagonlit is een Belgisch bedrijf. Opgericht door een meneer die nagelmakers heet. Heeft niks te maken met nagels. Nagel, een woord voor een spijker. Nagelmakers. Een hele beroemde, rijke Belgische familie. Meneer Nagelmakers was op zijn nichtje verliefd geworden. Nou, dat kan natuurlijk totaal niet. Dus zijn vader heeft hem op reis gestuurd. Op reis naar Amerika. Zo van, ga maar eens even weg. Dan heb je dat meisje, kan je dan in ieder geval uit je hoofd zetten. En in Amerika kwam hij die rijke treinen van meneer Pullman tegen. Hier ziet daar ook weer die naam staan. Pullman. Het idee van Pullman was om reizigers die met de trein gingen hetzelfde comfort te bieden als ze al hadden op grote oceaanstomers en boten. Want als je over zee ging, had je natuurlijk een enorm luxe niveau. Denk aan Titanic. Waar Rose in verkeert, dat is eerste klas. Nou, dat niveau van comfort, dat wil meneer Pullman ook in treinen brengen. Dat is gelukt. Het is gekopieerd door meneer Nagelmakers naar Europa gebracht. En meneer Nagelmakers, de baas van Wagonlit, groot afstapje, ging datzelfde comfort brengen in Europa. Meneer Nagelmakers met Wagonlit is dus ook de man achter de Orient Express. De man achter de Trans-Siberië Express. En eigenlijk achter al het luxe eten en drinken in de trein rond 1900. En daarna ook nog van het gewone eten en drinken in de trein. De mensen die met een karretje door de trein gingen, allemaal onderdeel van Wagonlit. Vroeger. Alles is veranderd. Dit is een rijtuig, een van de mooiste van de tentoonstelling. Ik zeg het nog maar eens, tostisch truffels treinen. Het gaat over gewoon eten en over superrijk eten. Dit was Team Truffels. Dit is een Pullman rijtuig. Dit is nu eigendom van de Miljoenenlijn in Zuid-Limburg. De Zuid-Limburgse stoomtreinmaatschappij. Die rijdt zo ongeveer in het gebied tussen Simpelveld en Schinopgeul. Dus dat is net zomaar tussen Maastricht en Heerlen. Dat gebied voor wie er niet te vaak komt. Wie er trouwens niet te vaak komt, schande. Ga daar eens heen. Hartstikke mooi daar. Daar heeft ze ook deze museumspoorlijn. En die vereniging heeft dit rijtuig schitterend gerestaureerd. Kijk, je ziet houtkunstwerk daar op de muur zitten. Schitterende lamparmaturen. Enorm brede stoelen. Dit was tweede klas. Kan je je voorstellen wat een eerste klas rijtuig geweest is? Deze trein reed tussen Nederland en Zwitserland en tussen Nederland en Parijs. Dit was de luxe Étoile du Nord naar Parijs. Dit was de luxe Edelweiss naar Zwitserland. Het meest luxe wat Nederland ooit op treingebied te bieden heeft gehad. En ook hier weer hebben we servies van zilver. En je ziet, we zijn hier alweer een tijdje opgeschoten in de tijd. Dit is niet meer rond 1900, dit is niet meer Orient Express. Dit is wat moderner. Jaren 20, jaren 30. Hele andere vormgeving. Art déco, schitterende, ronde, scherpe lijnen door elkaar heen. Ik vind het zelf een schitterend servies. We hebben ook het menu uit een van die treinen bewaard. Ik zal het even voorlezen.
er waren. Om te beginnen, voor de lunch. Hors d'oeuvre varié, oftewel gemengde voorgerechtjes. Denk dan aan van die gevulde eieren waar dan een soort van mayonaise salade in zat. Daarna was er escalope de veau hongroise, oftewel een kalfsescalope met Hongaarse saus. Dus vermoedelijk is dat iets van een soort goulashsaus, beetje pittig. Pom, maquer, frietjes. Chou de Bruxelles, bonne femme, spruitjes. Eigenlijk moet je het niet altijd gaan vertalen naar het Nederlands, want daar blijft er niet zoveel van over. En als nagerecht, charlotte arlequin. Dat is een soort van, hoe zou ik dat nou zeggen? Een soort van nagerecht met lange vingers aan de zijkant. En daarna nog fruit. En dat is dan de lunch. Serieus lunch. Kan je voorstellen wat het avondeten was. Nou, dit rijtuig heeft tientallen jaren dienst gedaan. Toen het uit dienst ging, werd het directierijtuig van de staatsmijnen in Limburg. Vroeger had je in Limburg heel veel mijnen. De buurt van Sittard, Heerlen, Kerkrade. En dat was een enorm terrein. Je had ook een eigen spoorwegnetwerk. Zo groot zelfs dat je daar best gewoon met een trein echt onderweg kon zijn. Waren er nou belangrijke gasten aanwezig, dan konden ze met dit rijtuig een ritje maken. En hoe het nou van binnen uitzag in die tijd, dat kun je zien op het affiche waar we zo aankomen. Hier zie je een reclameaffiche van de Étoile du Nord. Dat is een van die luxe treinen waar dit rijtuig in zat. Ik hoop dat het niet al te zeer spiegelt. Het is een beetje een moeilijke vitrine. Maar in ieder geval, je ziet zo'n typisch jaren 20 hoesje op het hoofd van die mevrouw. Je ziet een meneer die netjes in het pak met stropdas zit, terwijl achter hem een echte Nederlandse windmolen staat. In het Engels deze affiche. Dus de doelgroep, Engelse reizigers. Overigens, ook liefhebbers van affiches moeten vooral komen naar deze tentoonstelling, want er staat nog veel meer. En dat voert te ver om het allemaal te laten zien. Maar er zijn vroeger zulke mooie affiches gemaakt voor het luxe reizen. Zulke mooie affiches die gaan over eten en drinken en over die schitterende, ubercomfortabele treinen. Allemaal West-Europa. Ik heb hier een trein staan. Die komt uit Oost-Europa. Dit is een restauratierijtuig van Mitropa. En dat is een term die misschien alleen spoorliefhebbers iets zegt en mensen die van voor 89 wel eens in het Oostblok geweest zijn. Oost-Duitsland was tot ongeveer 1990 een communistisch land. Later samengaan met West-Duitsland tot één Duitsland. Een staatsbedrijf regelde daar het eten en drinken. Nou, het is nog een beetje beslagen, maar je ziet dat de lampen aan zijn. Dit ziet er van binnen weer totaal anders uit dan wat we net hebben gezien in die luxe Pullman-treinen. Wat je hier binnen ziet, is weer de jaren 50. Maar dan later, want hij is pas gebouwd in 1961. Maar in het communistische Oost-Europa liep alles een beetje achter. Ik vind hem van binnen, vind ik hem eigenlijk nog mooier dan de Pullman. Maar goed, ik heb ook wat met Oost-Europa en met geschiedenis. Dat is eenmaal mijn vak. Ik heb een vraag. Een vraag van Lodi Stelte. Waarom staat de dinner train er niet? Hij staat er wel en niet. De dinner train is inderdaad een soort rijdend restaurant waarmee je een rondje maakt. Dat panoramarijtuig waar we net zaten, met dat glazen koepeldak. Zo'n rijtuig heeft ook in de dinner train gezeten. Dit is trouwens een ander exemplaar, maar zo'n soort rijtuig is er geweest. Maar de belangrijkste reden waarom hij er niet is, is dat hij nog in gebruik is. En ja, als hij nog gewoon in gebruik is, dan kunnen wij hem ook natuurlijk niet tonen hier zo. Een vraag van Angelique Kosters-Lauer, als ik je naam goed zeg. Hoe lang deed men erover om zo'n prachtige restauratiewagen te maken? Ja, goede vraag. Ik weet het niet precies. Eigenlijk is natuurlijk heel veel handwerk in het maken van een trein. Vroeger was arbeid niet per se heel erg duur.
Dus als je niet zoveel haast had, kon je makkelijk gewoon 30, 40 man laten timmeren, laten schuren, laten bouwen aan een trein. Hoe lang het duurde, weet ik niet. Maar weet in ieder geval wel dat als je van nul af aan begint, dus van het moment van wat heb ik nodig, wat ga ik bouwen, hoe ziet dat eruit, dan ben je echt al jaren bezig. Het maken van een trein duurt eigenlijk net zo lang als het maken van een auto. Je moet namelijk alles bedenken. Wat voor wielen? Wat voor veren hebben die wielen? Hoe zitten de wielen vast in de draaistellen? Welke draaistellen komen er onder de vloer? Wat voor zijkanten maken? Wat voor ramen maken we? Wat voor dak maken we? Moet allemaal worden nagedacht. Moet allemaal passen binnen de regelgeving. Moet allemaal passen qua materiaalkeuze. Moet niet te zwaar zijn, niet te licht. Allemaal van die vragen. Maar hoe lang het dan precies duurde, durf je niet te zeggen. En nog een, doe nog één vraag even. Sandra, wat betaalde men in die tijd voor een reis naar Zwitserland? Ja, ook dat is een moeilijke vraag. Ik weet wel wat voor mensen een reis naar Zwitserland konden betalen. Dat waren niet de mensen die leraar waren op een basisschool. Dat waren niet de mensen die cachère waren bij Albert Heijn. Dat waren niet de mensen die boer waren. Nee, als je met de trein zo'n reis naar Zwitserland wilde maken, ook na de Tweede Wereldoorlog, dan had je echt wel wat te besteden. Misschien was je geen fabriekseigenaar meer, maar dan toch wel hoofdboekhouding. Deze wagon, Oost-Duitsland. Ik vind het dus schitterend uitzien met al deze gebogen vormen. En zelfs als je wat lager kijkt, dan zie je hier bij de stoelen, zie je allemaal mooie strepen hier zitten. Het leer is overigens volgens mij vooral nepleer, maar ik vind dit een schitterende vormgeving. En het mooie is dat deze wagon eigenlijk niet opgeknapt is. Hij is van binnen nog net zoals dat hij was toen hij uit dienst ging, ergens begin jaren 90. Afgeracht, vergane glorie, maar daar ben ik gek op. Overigens, mensen vragen wel eens van, is het nou gezellig in een trein? Nou, in deze restauratiewagen was het niet gezellig. Je weet vast, in Oost-Duitsland hadden ze een geheime politie, de Stasi. En je wist nooit of de mensen om je heen lid waren van de geheime politie. Dus ging je hier hardop lopen praten, altijd kans dat je werd afgeluisterd. Mensen die wel hardop praten, dan wist je van nou, die hebben blijkbaar niks te verliezen. Die zitten er al bij, laat ik mij maar gedijst houden. En wat je hier kon eten, is ook een beetje een illusie. Er was wel een grote kaart met heel veel gerechten erop, maar als je dan vroeg aan de kelner van kan ik dat krijgen, kan ik dit krijgen, was het antwoord vaak nee, hebben we vandaag niet. Nee, hebben we vandaag niet. Nee, hebben we vandaag niet. Wat had je dan wel? Broodjes, worst, soep, simpele dingen. Jammer, want het ziet er wel tof uit. Ook deze trein heeft weer zo'n schitterende keuken en het mooie is dat deze keuken dus helemaal niet opgeknapt is. Dus de verf, die bladdert er bijna vanaf. Dit is gewoon het levende communisme eigenlijk nog steeds hier. En je zou ook eigenlijk hier in deze live rondleiding zou je eigenlijk een neus willen hebben. Want het mooie is, dat hij heeft ook een bepaalde geur. Hij ruikt naar het materiaal wat hier gebruikt is. Beetje plasticig. Beetje alsof je in een oud ziekenhuis rondloopt. Zo ruikt deze trein. Als je door deze overgang gaat, kom je gelijk heel ergens anders terecht. Dit is de Belgische Bardisco trein. Het is een bijzonderheid. Als je deze in het echt ziet rijden, dat is echt heel apart. Hij wordt nog niet heel vaak ingezet. Maar hij is wel heel leuk. Ik vind hem van buiten leuk met al de kleurtjes. Maar het idee dat je binnen een feest kan bouwen, vind ik geweldig. Maar waar heeft hij nou in Nederland gereden? Nou, er zijn wel eens treinen geweest naar popfestivals in buitenland, bijvoorbeeld naar Hongarije. Daar is hij ingezet. Hij kan ook worden gebruikt voor reizen naar wintersportvakanties. Maar waar precies deze heeft gereden en wanneer, ik durf je niet te zeggen. Ik wil je nog meenemen eigenlijk, die kant op.
Want nu de zon toch schijnt, kunnen we gewoon even naar buiten lopen. En ik kan nog een paar mooie dingen laten zien. Je ziet daar een wagon, eigenlijk een goederenwagon, met allemaal van die uitstekende rode balken. Die hebben we gebruikt om voor onze tentoonstelling, die dus tot, heb ik het al gezegd, eind november ongeveer nog te zien is bij ons. Koop je kaartjes online. Ik ga nog eens even kijken naar het eten en drinken zoals het werd gemaakt, maar dan vanuit de personeelskant. We hebben heel veel kelners, koks gesproken die gewerkt hebben op treinen. En gevraagd van, wat zijn nou jullie leukste herinneringen? Nou, de allertofste herinnering gaat over dit karretje. Dit is een replica. Dit is het allereerste treinkarretje van Nederland. Dit is de voorloper van de karretjes die later werden gebruikt om koffie te verkopen in de trein. Het verhaal is als volgt. Er was een vakantietrein naar Zuid-Europa. De foto ervan zag je een tijdje geleden in die blauwe trein daar. Met die dames die al en die oude heer die al wat drankjes achter de kiezen hadden. In die tijd gingen de kelners met een dienblad door de trein. Met op drankjes. Om de hele trein te voorzien van versnaperingen. Maar ja, zo'n dienblad is natuurlijk maar zo groot. Dus al na één wagon was dat dienblad leeg. Moest weer teruglopen naar de keuken. Bijvullen, volgende wagon doen. Teruglopen, bijvullen, volgende wagon doen. Toen waren er twee kelners. Onder andere trouwens de kelner die ook te maken heeft gehad met die bruiloften. Waarbij uiteindelijk dan het echtpaar de rekening mocht betalen waar ik net over vertelde. Hebben een oude kinderwagen gepakt. Je kan het hier beneden zien. Deze krullen, dat zijn die verende krullen van zo'n oude kinderwagen. De bak hebben ze eraf gehaald. Ze hebben er twee karretjes op gezet. En daarop weer een grote koffieketel. En vooraan bonden ze een touw. En aan dat touw trokken ze dit hele karretje de trein door. Nou, de omzet steeg met honderden procenten. Wagon Lee, waar deze twee kelners voor werkten, was verrukt dat ze zoveel geld konden verdienen met het verkopen van drank in de trein. Dus na een tijdje hebben ze echte karretjes gemaakt. Nou, die karretjes zijn uiteindelijk verworden tot deze. Die konden ook bijvoorbeeld in de dubbeldekkers die in de jaren 90 werden ingezet. Maar het was al met een liftje en een sleuteltje heel veel gedoe. Dus een paar jaar lang is er geen eten drinken geweest. En nu heb je deze buikbak en rugzak met lekkerder koffie, filterkoffie. Dit is pas sinds vorig jaar zien de railketeraars er zo uit. Gewoon een service naar de reizigers. Ik denk niet dat het de spoorwegen te doen is om hier heel veel geld mee te verdienen. Maar het is de spoorweg wel om te doen dat wij als reizigers het naar ons zin hebben in de trein. Nou, een lekker bakje koffie hoort er zeker bij. Ik heb nog een vraag. Een vraag van Angelique Kosters. Koningshuizen en staatshoofden hebben vaak een eigen trein. Dat klopt, zeker zo. Wordt er dan voor hen speciaal een lievelingsgerecht gemaakt door de kok? Wordt hun lievelingsgerecht gemaakt voor zo'n treinreis? Lang verhaal. Wij hebben ook in het museum de trein staan van koningin Juliana en prins Bernhard. Daar zit ook een heel klein keukentje in. Maar eigenlijk was dat geen echt kookkeukentje. Je kan er koffie zetten, je kan er misschien een eitje bakken. Maar wat zij meestal deden, is dat zij het gerecht kregen wat aan de wal was klaargemaakt. En dat kwam in een hooikist in de trein in. Zo werd het een beetje warm gehouden. Of dat hun lievelingskostje was, dat weet ik niet. Maar goede vraag. We hadden hier 10 jaar geleden hadden wij hier de tentoonstelling Royal Class. Toen ging het alles ging toen over het luxe reizen van vorsten en vorstinnen. Ik denk dat die vraag toen daar wel beantwoord is. Daar is overigens een boek over geschreven. Dat boek kun je in ieder geval lezen in onze bibliotheek. En ligt ook vast wel misschien in de bibliotheek bij jou in de stad of dorp. Dat boek heet ook trouwens gewoon Royal Class. Hoe warm is het buiten? Ik hou de deur voor je vast. Het is buiten eigenlijk wel een lekker zoel avondje aan het worden. Normaal gesproken is het natuurlijk hier vol met bezoekers. Maar het is natuurlijk nu na 5, het museum is dicht. Wij zijn de enige mensen. Jullie zijn de enige mensen die hier nog binnen zijn. Waar we hier gaan binnenstappen, dat is de nieuwste restauratiewagen van onze tentoonstelling. Deze komt uit België. Net als de SR3, die Bar Disco die we net zagen, komt ook deze uit België. De Belgische spoorwegen
hebben deze gemaakt voor hun langere internationale treinreizen, bijvoorbeeld naar Duitsland of naar Frankrijk. Hij wordt niet zo vaak meer gebruikt, want tegenwoordig ga je natuurlijk heel vaak met de Thalys of met ICE ga je reizen. Maar kijk, dit is geen Orient Express. Dit is een beetje schoolkantine. Een beetje bij je op kantoor. En het mooiste van dit rijtuig vind ik dat hier in het midden zit een soort kastje. Maar er zit wel een tafeltje voor. Maar je kan er dus niet aan zitten. Je kan niet op deze plek zitten, omdat die tafel daar in de weg zit. Mag iedereen zijn eigen conclusie bij trekken, maar dit is echt dus een onhandig ontwerp. Maar wel tof dat we hem hebben. Want dit is zo'n verschil met hoe de Orient Express was 100 jaar geleden. Wat is er anders? Nou, niet alleen maar dingen die slechter zijn geworden. Hij is namelijk veel ruimer, veel breder. Die stoeltjes waar we een uur geleden ongeveer zaten in de Orient Express stonden veel te dicht op elkaar. Hier kun je echt gewoon ruim, comfortabel zitten. De keuken, hij is een beetje donker, niet dat je dat goed kunt zien. De keuken is veel ruimer. De koelkast is veel groter. Dus het is allemaal niet zo slecht als dat het lijkt. Maar persoonlijk hou ik toch wel net iets meer van luxe wagens. Ik hou toch net iets meer van goud en echt chroom dan van houtvineer en metaal. Ik hou het deurtje voor je open. Dat is het ding met treinen. Er zitten altijd deurtjes in tegen de tocht. En ik ga je vast waarschuwen dat hier het trapje vrij steil omlaag gaat. En dan ben je weer buiten. Goed gedaan. Deze is verbouwd in het jaar 2000. En wij mogen hem lenen van de Belgische spoorwegen. We hebben dus materialen, rijtuigen geleend van de Belgische spoorwegen. We hebben rijtuigen geleend van de Veluwse stoomtreinmaatschappij. Van het Museum van de Deutsche Bahn. We hebben rijtuig geleend van de Rheingold-vereniging. We hebben rijtuig geleend ook van de ZLSM. De Zuid-Limburgse stoomtreinmaatschappij. Binnen en buitenland. Er is nog zoveel meer te vertellen. Maar wat hier allemaal nog meer te zien is, het is gewoon te vol. Als je hier naar deze tentoonstelling komt, dan denk ik dat je makkelijk 2 uur bezig bent voordat je alles gehad hebt. Doe ook vooral een stappenteller aan, want je loopt hier wat af. Kom, we gaan weer naar binnen. Mensen vragen ook wel eens aan mij van, wat is nou je favoriete rijtuig op de tentoonstelling? Dat is een hele moeilijke vraag. Want is iets je favoriet omdat hij er mooi uitziet? Is iets je favoriet omdat hij heel bijzonder is? Of omdat hij heel apart is? Ik vind dit Belgische rijtuig waar we net binnen waren, met enorme ruimte, ik vind het niet mooi, maar ik vind het wel bijzonder. En hij hoort bij het verhaal wat eten en drinken was. Je kan pas snappen hoe groot die luxe was van de Orient Express, als je ook weet dat het nu anders is. Ik vind de luxe van de Pullman-rijtuigen vind ik fantastisch. Ik vind het houtsnijwerk, die intarsia erin zitten, echt fenomenaal. Maar ik vind ook dat Oost-Duitse rijtuig met die afgeronde vormen vind ik fantastisch. En dan komen we een beetje aan het eind van de rondleiding. Ik heb je volgens mij bijna alles laten zien wat hier staat. Het enige ding wat je nog zelf mag gaan ontdekken als je hier op zoek komt, dat is onze presentatie over de stationsrestauratie. U weet wel, die een beetje morsige plek met een ober, met roos op zijn schouder, met schnitzels, koude friet. Er is nog zoveel meer leuks te zien. Leuk dat jullie keken vandaag. Dank voor jullie vragen. Dank voor het meepraten met ons. Wij zijn nog hier met Tosti's Truffels treinen tot en met 15 november. En volgende week hoop ik dat jullie ook allemaal aansluiten bij onze live rondleiding die niet door mij wordt gedaan, maar die is het Museum Katrijnenconvent. En daar gaat Victor Mits bij zijn. Dan is die aan het woord. En ik geloof dat mijn verhaal klaar is. Ik denk dat ik met jullie een fijne avond ga wensen. Heel fijn dat jullie er waren. En ik zie jullie graag hier terug op het Roervoet Museum.